Met een propere voorruit en opgeruimde dashboard zie je veel meer in het verkeer. Veel rommel en versieringen betekenen immers ook een grotere dode hoek voor je vrachtwagen. Wij gaan daarom voor de nieuwe campagne van de VSV op zoek naar de chauffeurs die hun cabine stijlvol hebben ingericht. Maar wel natuurlijk met een maximaal zicht vanuit die cabine. Let's have a look. Wauw, Andy, ik ben echt onder de indruk. Hè? Je hebt er hier een gezellige woonkamer van gemaakt, tot en met de vloer, leder. Ja, waarom is dat zo belangrijk voor jou? Ja, ik moet het gevoel van het thuisgevoel hebben en daarmee lukt dit. En ja, kijk, werk en hobby combineren. Je gaat nooit niet werken eigenlijk op die manier. Dus die lange dagen soms toch wel een stukje aangenamer te maken. Ja, Andy, wat mij ook opvalt, je hebt een heel propere vooruit, een opgeruimde dashboard. Dus ik zou zeggen, doe zo voort. Want wij, beste kijkers, wij moeten ons natuurlijk meer bewust worden van het belang van een goed en duidelijk zicht vanuit de cabine. Dit is nu eens een heel mooi voorbeeld van hoe je een werkruimte kan omtoveren tot een gezellige leefruimte zonder het zicht op het verkeer te beperken. Want bij routinecontroles kan de politie controleren of er obstakels, belemmeringen of beschadigingen aan de voorruit zijn. Luc van Alders Transport, jij bent echt een voorvechter van propere, opgeruimde voorruiten en dashboards, want je bent zelf al eens bijna betrokken geweest in een verkeersongeval door beperkt zicht vanuit de cabine. Dat klopt. Aan een kruispunt, het moment dat ik wou vertrekken, dan hoorde ik ineens een geweldig gebonk op mijn voertuig. Ik verschoot enorm, ging vol op de remmen. Ja, en het enige wat ik kon doen, dat was recht komen achter mijn stuur en een keer naar beneden kijken wat dat aan de hand was. Daar stond een persoon die gelukkig de reactie had gehad van een signaal te geven. Maar ik had die persoon niet zien staan. Wat beperkte jouw zicht? Ja. Luc. Een tafel van in het midden tot helemaal aan de rechterkant, met daarboven 6-7 mooie tolbakjes. En ik heb me ook laten vertellen dat jij sindsdien echt ook wel jouw collega's bij Alders Transport sensibiliseert en motiveert. Ik ben toen terug naar het plein gereden. Op het plein aangekomen heb ik demonstratief mijn tafel uit mijn wagen gehaald, ter plaatse kapotgeslagen, waarop collega's zeiden tegen mij, Luc, wat ben je aan het doen? Geef dat toch aan mij of verkoop het mij tenminste. Ik zeg, ja jongens, dat gaat niet, dan verplaats ik het probleem. Ik zal u zelfs wel een keer uitleggen wat ik ermee bedoel. Twee mannen waar we echt wel terecht fier op kunnen zijn. Dus ik zou zeggen, maak het jullie ook lekker gezellig in jullie cabine, maar doe niets wat jouw gezichtsveld zou kunnen beperken. Hou jij het ook veilig?